Dat voorlezen een feest is, bewees de voorleesmiddag. In het kader van de Nationale Voorleesdagen werd in de bibliotheek van Venray op 21 januari voorgelezen voor peuters en kleuters. Omroep Venray sprak over het belang van voorlezen en beleefde hoe enthousiast kinderen dan kunnen zijn. Waarom zijn de Nationale Voorleesdagen zo belangrijk? Omdat we ook uit onderzoek weten dat voorlezen is zo belangrijk voor kinderen, omdat ze daardoor hun taal gaan verbreden en vermeerderen van woorden. Ze gaan daardoor hun fantasie een beetje, ze krijgen daardoor meer fantasie, ze worden meegenomen in de fantasie van het verhaal. En door altijd maar met woorden te spelen, met taal om te gaan, krijgen kinderen meer taalgevoel. En uit onderzoek is ook wel gebleken dat dat heel belangrijk is. Dus naast dat het heel goed is, is het ook nog eens heel leuk. En vooral, het is heel leuk, want kinderen, je kent het allemaal, de intieme momenten van op bed lekker met elkaar, de armen om elkaar heen en lekker voorlezen. Die momenten ken je natuurlijk allemaal, ook van kinds af aan. Dat zijn momenten voor kinderen die heel belangrijk zijn voor het slapen gaan. Als je een beetje moe bent, als je een beetje ziek bent, gewoon lekker voorlezen. En het is belangrijk om met boeken om te gaan, vooral natuurlijk. Ja. Merkt u er in de bibliotheek wat van dat er wat minder boeken worden geleend en dus gelezen dan zeg maar een jaar of 10 geleden? Nou, dat merk je. Het frappante is, dat merk je niet zozeer bij de jonge kinderen. Met name ouders zijn ook vaak nog heel erg gemotiveerd om hun kinderen mee te nemen met die boeken. Het is een fijne plek om te zijn, de bibliotheek. Maar naarmate kinderen ouder worden, ze gaan op sportclubjes, ze gebruiken de computer, dan ga je dus dingen zien als het vermindert wat. Maar we zitten met school, bibliotheek, overheid, er toch vrij erg bovenop om te proberen die boeken toch bij de kinderen te brengen. Ja. De Nationale Voorleesdagen duren nog de hele maand januari voor de rest. Wat is er nog meer op het programma? Er staat vooral op het programma, zeker met de opening, vandaag de hele dag in het kader met een boer en een tractor en het boek voorlezen en activiteitjes. Voor de rest is met name de scholen, al die peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, groep 1, 2, die komen naar de bibliotheek om met de kinderen samen interactief met het boek voor te lezen en te praten over het verhaal en dan wat zintuig activiteitjes te doen. We bouwen het verhaal op met ook daadwerkelijk activiteitjes eromheen. Ja.